Ja, zoals jullie zagen vanaf dat voorstukje, ik had een backpack. Nou, dat is dus, dat met de nieuwe 1.8 snapshot kun je nu ook een backpack maken. Omdat je nu select slot, dus bijvoorbeeld als je nu hier komt, dan test die dus voor dat slot. En je kunt nu tegenwoordig met kun je entities teleporteren. Dus eigenlijk wat er gebeurt is, hier staat een onzichtbare horse met een chest op zijn rug. Dus en die horse heet backpack, dus dan zie je dat. En dan kun je hier dus items uitpakken. Kun je ook weer indoen. En wat er eigenlijk gebeurt, dit ding test voor iemand. Zoals je ziet hier, ik zal even naast komen staan. Als iemand in dit slot zit, dan gaat deze redstone ook aan. En dan power T. Deze, en dat teleporteert de horse, eigenlijk is het een donkey, maar die teleporteert hij naar de dichtstbijzijnde speler, oftewel naar mij dan. En dan geeft hem ook meteen een slowness, zodat hij niet weg kan lopen. En invisibility. Dus, en als je daarna van dat slot afgaat, dus je bent nu hier, shift moet je dan wel inklikken. En je gaat van het slot af, gaat die weer uit. Dan gaat deze rest een torch aan en dan powert hij deze en dan teleporteert hij de horse weer terug hierin. En zo werkt het eigenlijk. Dus bedankt voor het kijken. Eigenlijk is helemaal geen tempel, maar goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal dit even in de description zetten. Alle commands die ik heb gebruikt. En dan zie ik jullie in de volgende redstone-achtig ding, weet ik veel. Dus, bye bye.